Dit is Emma. Ze is 3 jaar. Ze droomt ervan om dierenarts te worden. Wat Emma nog niet weet, is dat ze daarvoor 9 jaar naar de basisschool moet. 6 jaar naar de secundaire school. En 6 jaar naar de universiteit. Maar hoeveel kost dat diploma nu eigenlijk? De overheid spendeert elk jaar 11 miljard euro aan onderwijs. 70% daarvan gaat naar leraars en begeleiders. Natuurlijk zitten daar ook andere kosten in, zoals verwarming. En af en toe een gebroken venster. Een leerling in de basisschool kost gemiddeld 5000 euro per jaar. 9 jaar komt dus op 45.000 euro. Voor het secundair onderwijs is dat gemiddeld 8.600 euro per jaar. Dus wanneer Emma afzwaait aan het secundair onderwijs, staat de teller al op 97.000 euro. Of de prijs van een Porsche. Na het secundair onderwijs gaat Emma naar de universiteit. 1 jaar universiteit kost de overheid gemiddeld 14.000 euro. De 6 jaar universiteit komt op 84.000 euro. De totale kost aan de overheid voor Emma's schoolloopbaan komt op 182.754 euro. Een flinke som. Volgens de Belgische grondwet is de toegang tot het onderwijs kosteloos tot het einde van de leerplicht. Maar bij Emma thuis weten ze wel beter. Haar boekentas, eten en drinken en de schooluitstappen zijn toch ook niet gratis. Volgens een studie van de Gezinsbond is de gemiddelde kostprijs aan het einde van het secundair onderwijs 10.000 euro. Of de prijs van een Lada. Is wel leuk. Oh, een Lada. En dan is er nog de universiteit. 15.840 euro. Of de prijs van een tweede Lada. En dan mag Emma niet blijven zitten. En ook niet op kot, hè. Op kot, zeepeestel, kom, hoor hier. Schiet de kant, ja, binnen. Button, kom, zie waar, naar rust. Wanneer we dus alles even optellen, kost haar volledige schoolloopbaan 208.000 euro. En daar kan je al een mooi huis mee kopen. Of 2 Porsches. Of 21 Lada's. Wanneer Emma als dierenarts afstudeert, heeft ze volgens de VDAB 95% kans om binnen het eerste jaar werk te vinden. Emma heeft dan een gemiddeld belastbaar jaarinkomen van 45.000 euro. Belastbaar aan 50%. Dus van de 45.000 euro gaat er 21.375 euro naar de overheid. Aan dat tempo heeft Emma na 8 jaar en 6 maanden de kost van haar volledige studie terugbetaald aan de overheid. Ze is dan 32 jaar. De rest van Emma's loopbaan, die in totaal 40 jaar duurt, levert de overheid nog eens een slordige 672.246 euro op. Dat zijn pakweg 7 Porsches. Een vrolijk rendement voor de overheid. Yeehaw!